waarin de prehistorie van het roken verteld wordt. De vroegste geschiedenis. Roken is 25 eeuwen oud. En de oudste aanwijzbare pijpen zijn uit de Kamakwa-cultuur. Daarvan zie je het vrouwtje hierbovenin. En het is een heel primitief voorwerp, bestaande uit een eenvoudig buisvormig pijpje met een opgeboetseerd poppetje erop. En je steekt de tabak in een voor de vrouw betekenisvolle plaats. We hebben hier in het museum 2000 objecten tentoongesteld, maar de totale collectie bevat 35.000 voorwerpen. En die bevatten dus 25 eeuwen roken wereldwijd. En het gaat om pijpen, dat zijn ongeveer 20.000, 22.000. Maar het gaat ook om voorwerpen die bij het pijproken gebruikt worden. Na materiaal uit de 17e eeuw kwam er materiaal uit de 18e eeuw, uit de 19e eeuw. Na materiaal uit Nederland kwam er materiaal uit andere Europese landen. Daarna werd de wereld toegevoegd. En die uitdagingen iedere keer om vanuit nieuwe culturen andere rookgewoontes te ontdekken, ander materiaal te leren kennen, is een ongelooflijke uitdaging geweest. Een speciale afdeling in ons museum is gewijd aan het roken van opium. Dit spreekt voor veel mensen ook het meest tot de verbeelding. Het zijn heel specifieke pijpen die een lange buis hebben, waarop een kwart van het eind een pijpenkop staat met een heel klein gaatje. In dat kleine gaatje stop je de opium en die vaporiseert zich en vervolgens inhaleer je die. Kijk, als we kijken naar formaten, dan lopen de pijpen van mini dingetjes van een paar centimeter tot ongeveer 2 meter. Pijpen die je dus voor je op de grond zet en die je staande kunt roken. En die lengte van die stelen is natuurlijk bedoeld om een koele rook te krijgen. Als de eerste rokers beginnen met roken, dan hebben ze korte pijpjes, omdat ze de techniek nog niet beheersen. Maar na een 20, 30 jaar testen en oefenen, kennen ze de techniek en dan maken ze een pijp naar de lengte die het meest comfortabel is. En dan ontdekken ze, beginnen met 8, 9 duim, 25, 30 centimeter, maar ze ontdekken geleidelijk aan dat hoe langer, hoe beter, hoe prettiger, hoe smaakvoller. En zo ontwikkelt zich die Nederlandse pijp tot een product van een halve meter. Een voorbeeld zou je laten zien. Dit is een product. Het krijgen van een Europese erkenning is wel heel erg belangrijk. Belangrijk voor mij omdat het laat zien dat dit onderwerp, dat zo vaak verguisd wordt, ineens toch een culturele achtergrond krijgt. Ineens vastgesteld wordt van, ja maar het gaat om cultuur. Terwijl de mensen dit museum vaak associëren met pro-roken of roken. Of maar op een manier waarvan we zeggen, nee dat is het niet. Het gaat om het cultuurbeeld wereldwijd. Wat de prijs betekent voor de toekomst, weet ik niet. Ik heb het gevoel op dit moment al dat het me een soort enthousiasme geeft van, oh, we gaan nog even door, we gaan nog wat nieuwe dingen neerzetten.